gaat om verschillende ruimtes waar we zijn jeugd laten zien, zijn theatercarrière laten zien, zijn muziekcarrière. En als laatste ruimte is eigenlijk, kom je in zijn eigen huiskamer uit. Wat ons zo in Ramses aantrekt, is het leven. Kortom, laat je gaan. Trek je niet van alle conventies aan. Leef je eigen leven. Als hij een ruimte binnenkwam, dan week iedereen. En hij deed niks. Hij liep gewoon statig. Op dat tafeltje, daar liggen allemaal dingen die in een toneelkoffer lagen. Onder andere een joint en twee Edisons die mee is onderscheiden staan daar ook. Volgens mij in de volgende ruimte zijn plakboeken van u te zien. Ja, ik heb plakboeken gemaakt van 1964 tot en met vandaag. Dus alles wat in de krant staat, heb ik in boeken. Een hele mooie brief van Ramses aan Lisbeth. Echt een soort fanmail van Ramses aan Lisbeth. Dan denk ik bijna, het moet gewoon een blijvende expositie te zien zijn, toch, in Amsterdam? Denk ik ook, ja. Maar goed, wie weet, kunnen ze het ook herhalen. Zijn jullie daar nog niet mee bezig? Nee, gisteren is het pas geopend, dus je weet niet. Als het een succes wordt? Absoluut, moet het. Misschien wel voor eeuwig.